Deze herfst heb ik iets bijzonders gedaan. Ik heb het beste van twee werelden bij elkaar gebracht. Ik heb lang nagedacht wat het volgende proeverijbier zou moeten worden. Het leek mij gaaf om een combinatie te zoeken van twee bieren van voor mij heel belangrijke mensen. Herfstbrok, dat is het favoriete bier van mijn vader. En Weizen is het favoriete bier van mijn vrouw. Ter inspiratie ben ik het archief ingedoken en heb daar oude recepten doorgenomen. Voor dit bier heb ik meer dan 50% tarwemout gebruikt. Hierdoor krijgt het de herkenbare, frisse, romige Weizen-aroma's. Daarbij heb ik donkere tarwemouten gebruikt, zoals karameltarwe en chocoladetarwe. En hierdoor krijgt het bier een subtiele karamelsmaak en een tikkeltje gebrand en een mooie, donker, amberachtige kleur. Dit is hem dan, de Grols Donkel Weizenbock. Ga naar grols.nl/proeverij voor een proeverijcafé bij jou in de buurt. Ik ben erg benieuwd wat jij ervan vindt.